Mijn naam is Heike Veldman, ik ben voorzitter van de Vaste Kamercommissie voor Europese Zaken. Deze commissie houdt zich bezig met eigenlijk heel veel zaken die vanuit Europa op Nederland afkomen. Er worden natuurlijk heel veel dingen in Europa besproken en ook vastgesteld. De Commissie Europese Zaken adviseert daarover, heeft daarover het politieke debat met de minister-president, met de minister van Buitenlandse Zaken. Maar adviseert ook aan de andere Kamercommissies op de specifieke terreinen van wat zou nou goed zijn, wat komt er op ons af en hoe kun je daar het beste mee omgaan. Een van de thema's die natuurlijk nu speelt en heel belangrijk is, is de Brexit. Het eventueel door het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie treden. Dat is een veelomvattend vraagstuk. De Commissie Europese Zaken kijkt daar zelf naar. We hebben ook een aantal rapporteurs aangesteld die namens de commissie nog wat dieper op het thema induiken. Wat komt er nou op ons af? Wat is er voor Nederland van belang? Wat is er voor het Nederlandse bedrijfsleven van belang? Hoe moeten we daarmee omgaan? Als voorzitter leid ik natuurlijk debatten. Probeer ik ervoor te zorgen dat we als commissie zo goed mogelijk functioneren. Dat de agenda op orde is. Dat alles wat er van buiten op ons afkomt, dat we dat ook op een goede manier behandelen en bespreken. En uiteraard dat alle partijen de ruimte krijgen om datgene wat zij vinden ook zo goed mogelijk voor het daglicht te brengen. Dus eigenlijk als voorzitter heb je de rol om de commissie gewoon goed te laten functioneren. Een van de instrumenten die we hebben is de zogenaamde subsidiariteitstoets. Dat wil zoveel zeggen als dat we kijken van als Europa nou met een regel bezig is, is dat iets wat ook echt op Europees niveau geregeld moet worden? Of is het gewoon iets wat we op nationaal niveau zouden moeten regelen? En het uitgangspunt is datgene wat we nationaal kunnen regelen, dat regelen we ook nationaal en doen we niet Europees. Alles wat op Europees niveau beslist wordt, raakt ons in Nederland natuurlijk direct. En daarom is het heel goed dat we in ons Nederlandse parlement ook een commissie hebben over Europese zaken.